Mark, mooi t-shirt heb je aan. Ja, dankjewel. Het is net nieuw. Ja. Ik zie een wolf. Er zit een betekenis achter. Ja, de wolf is het logo van ons nieuwe bedrijf, Bierwolf. En dat is het symbool ervan. Hè? Dus vandaar dat ik ermee rondloop. Een nieuw bedrijf, Bierwolf. Daar wil ik graag alles van weten. Ja, Bierwolf is een nieuwe online craft en speciaal bier platform. Net gestart, maandje of twee. En we bieden eigenlijk een heel breed assortiment aan craft en speciaal bier voor heel Nederland. En wat voor craft bieren kan ik kopen? Is het binnenlands, buitenlands? Eigenlijk van alles. We hebben toegankelijke speciaal bieren. We hebben ook hele mooie nieuwe zeg maar, bieren van kleine brouwerijen. Dus eigenlijk voor elk wat wils. En we zijn hier nu op het Nederlands Bierproffestival. Wat doe je hier? Ik ben hier vooral om met heel veel brouwers te praten en te kletsen om elkaar beter te leren kennen. Maar eigenlijk ook vooral om bieren te proeven. En we hebben verschillende acties ook lopen in deze periode. En die wil ik ook een beetje onder de aandacht brengen. Dus de bieren die we hier drinken, die kunnen we straks misschien wel terugvinden in de webshop van Bierwolf? Heel veel bieren wel. Met name de winnende bieren van de Dutch Beer Challenge hebben we nu in het assortiment. Je kan een pack kopen met de 12 gouden winnaars. En hebben we nog een aantal andere acties omheen. Dus in die zin hebben we heel veel mooie bieren, ook die hier in de kerk aanwezig zijn, op onze website te kopen.